We stonden voor de rit met 4 man in de top 10 van het klassement. Maar we waren het er allemaal over eens dat dat niet was waarvoor we naar hier zijn gekomen. Dus er was maar één optie en dat was aanvallen. We hebben dat geprobeerd direct op de Chambral in het begin. Smalle baan. Misschien iets te fors doorgegaan, waardoor dat de groep te klein was. Maar ik zeg tegen die mannen, dat is hier geen World Tour peloton. We proberen niet al een dag tempo te rijden. En het peloton te doen plooien. Maar ja, het is toch niet gemakkelijk. En ze komen dan nog heel dicht. Maar ik voelde dat ik een goede dag had. En ik wist, als ik die laatste keer Roger Faucon blijf boven de 6 watt kilogram rijden, dan blijf ik in een goede groep boven komen. En wie weet wat dat er dan mogelijk is. Het team deed er een fantastische aanval. En dan helemaal op topje reed Remco toe. Ik dacht, dat is hier de moment, hier doe ik een plooien. Dat was dan even een lastige moment ook, omdat hij plooide helemaal niet. Hij was toch ook weer super sterk. En dat was dan wel kut met Tim. Ik zat dan in de zetel, de hele tijd naar beneden. En ik moet zeggen, deze keer had ik dan juist iets meer overschot als 2 dagen geleden. Tim reed ook fantastisch sterk, want hij reed bekend even snel. Op die lange rechte banen, dan wist ik, het zal die gast van die andere ploeg, of ik horen. Kroon heet hem. Kroon. Ja, maar sterke kerel ook, want die reed bergop. Speelde het een beetje leep in het begin, maar die kwam op het einde serieus door. En ik had eigenlijk wel redelijk veel vertrouwen dat ik die sprint ging winnen. En gelukkig lukte dat ook. Hè. Tim is op een counter gelopen vandaag. Jij hebt dat ook met Remco meegemaakt. Wat voelt een coureur dan? Oh ja, dat is, die rijdt heel sterk. Nu was het iets anders, omdat het meer demareren was. Maar als je zo uit dat wiel gereden wordt... ik werd de vorige keer niet uit wiel gereden, maar ik viel gewoon van zwart voor mijn ogen te zien. Dat is, dat is wel redelijk lastig als coureur als je dat meemaakt. Maar deze is wel heel goed voor de moraal. Mijn eerste wegkoers ook dat kan winnen bij de profs. Voor een van misschien de grootste coureurs van deze generatie. Wie weet. Zeer zeker waar, wie weet. Blijf jij zeggen dat je dit soort rondjes kunt winnen? Ik sta hier nu tweede in het klassement. En de vorige keer, ik val daar door de vermoeidheid. Maar als ik had hem maar juist moeten rechthouden en nog 100 meter overleven. En dan was het ook hetzelfde als het naar beneden is. Rijdt hem keihard en mogen hem geen meter geven, maar dan worden niet uit wiel gereden. En als ik erbij geweest, dan ben ik de ronde. Hè. Dat is zeer zeker waar. Zeg nog eens één iets over Remco Evenepoel. Ja, ik moet zeggen, je ziet wat dat hem bij de junioren heeft gedaan. Dat was super. Maar ik zag hem dan de eerste keer in koers in de Ronde van Romandie en ik zeg, dat is toch niet wat ik er dan van verwacht had. Bergop in moeilijkheden, maar dan ook juist uit de Ronde van Turkije. En dat is misschien niet zo makkelijk als je van bij de junioren komt. Veel koersdagen op korte tijd. Maar ja, als je dan hoort en ziet wat dat in een Hemmer-series doet en dan zelf 2 dagen geleden meemaakt wat dat je dan meemaakt en dan gisteren in die tijdrit rijdt hem ook gewoon super sterk. En vandaag terug heeft hem eigenlijk, ik moet zeggen, de koers in handen. Nee, ik win wel, maar hij zorgt ervoor dat hem nooit in gevaar komt. Jullie hebben wel mee koers gemaakt vandaag en dat is daardoor een schitterende etappe geworden. Ik denk zeker dat wij de koers hebben gemaakt. Het is heel mooi dat we 2 dagen op rij kunnen winnen. Jammer genoeg hebben we wel de koers gemaakt voor iets anders dan de etappe te winnen. Maar het is toch een hele mooie troostprijs. Dankjewel, Victor Kampenaars.